De finale van Op zoek naar het zesde zintuig. Goedenavond. Vandaag zal bekend worden wie van onze drie finalisten uiteindelijk de winnaar zal zijn. Wordt het Liesbeth, Petra of toch Margien? Ja, en onze drie finalisten krijgen vandaag de laatste kans om ook echt te laten zien wat ze kunnen. Vorige week hebben we al afscheid genomen van Richard en van Johanet. Maar nu wordt het dus kiezen uit deze drie kandidaten. Wie van hen heeft het sterkst ontwikkelde zesde zintuig? Waarnemers Inge Diepman, Joop van Riessen en Joe Pecoruccio zorgen er zoals altijd voor dat alles eerlijk verloopt. Er staan drie pittige tests op het programma. Is jazztrompetist Chet Baker uit dit hotelraam gesprongen, geduwd of gevallen? Filmdiva Sylvia Christel is vandaag onze mystery guest. Nadine Beemsterboer werd door haar ex-vriend vermoord. Kunnen onze kandidaten op haar slaapkamer haar energie aanvoelen? We zitten nu in de finale. Eerst dacht ik van nou, wat moet ik in de finale doen? Maar ik kom elke keer een stap verder. Eigenlijk vind ik dat wel leuk. Ja, dat is wel een nieuwe uitdaging. Het is een feest. Ja, we hebben een echt feestgevoel. We hebben niet 1, 2, 3. Die zijn, hebben we helemaal weggecijferd. Dus we zijn allemaal één. Nou, nu wil ik ook winnen ook. Hè, nu ik zover ben gekomen, wil ik ook winnen. Okay, maar ik vind het niet belangrijk. In 1988 overleed hier bij het hotel achter mij een wereldberoemd jazztrompetist. Het is niet helemaal duidelijk wat er gebeurd is. Was het moord, zelfmoord of toch een ongeluk? Het was toch een heel bijzonder muzikant. Hij zat altijd als hij speelde. Hij speelde onstellend zacht. Toen in de studio moest hij echt in een hokje gaan zitten, anders was het niet te doen. Hij zong ook ontzettend zacht. Nou ja, die intimiteit samen met die enorme kracht die die man had, dat is magisch. Ik weet dat we ooit in Zwitserland moesten spelen, moesten wij door de zaal naar het podium. En ik liep achter Chet en ik zie dus echt volwassen mannen van middelbare leeftijd met tranen in hun ogen. Die Chet volgen, zeg maar. Die man met enorme charisma. Nee, dat was ook heel bijzonder om met die man die zo, ja, eigenlijk als een soort high class zwerver door het leven ging. Op het moment dat hij dan muziek begon te maken, was het een prins, was het een koning, was het een godheid. Chet Baker was graag te gast in zijn geliefde Amsterdam. Hey Chet. Hi Sam. How are you? Okay. I have the feeling here that there's much more freedom. People are not so uptight about petty things, you know. My funny Valentine, sweet comic Valentine. In Amsterdam is de Amerikaanse jazztrompetist Chet Baker overleden. Hij was 60 jaar. Baker is de afgelopen nacht uit het raam van een Amsterdams hotel gevallen. Aan de lijn in Den Haag zit zijn impresario Wim Wicht. Meneer Wicht, heeft u enig idee wat de oorzaak is van zijn overlijden? Ik weet het niet precies. En ik weet alleen dat zijn persoonlijke spanning op de dag zelf en de dagen daarvoor verschrikkelijk was opgelopen. De dag begon al 's ochtends met de telefoons van Peter, onze begeleider, dat hij Chet zou ontmoeten in Amsterdam. Om een uur of twee ongeveer. En dat hij Chet heel boos aan de telefoon kreeg. Hij was op dat moment in Rotterdam. Hij was al 4 dagen bezig samen met iemand daar ter plaatse zijn auto te zoeken. Die stond daar ergens geparkeerd. En hij wist niet meer waar? En hij wist niet meer waar hij hem had neergezet. Hij was echt woedend. Zo woedend hadden we hem nog niet gesproken. Hij was waarschijnlijk op station aangekomen. Woedend. Meteen hier ingecheckt. En sindsdien heeft nooit iemand meer iets van hem gehoord.
Goed, we hebben hier een check waar dus Chet Baker zijn handtekening op heeft gezet. Helemaal. In deze envelop. En we hebben een foto. Daar doen we ook een papiertje omheen. En in een envelop. Dus dat hebben we. Maar dan hebben we hier nog iets heel groots. Oh. Een mooie foto van Chet. Nou, dan hebben ze genoeg toch, lijkt me, Joop? Ja. Voordat we beginnen, neemt waarnemer Joop van Riezen alvast polshoogte. Oké, dit is de kamer waar het gebeurd is dus. Dus als hij gesprongen is, in ieder geval waarschijnlijk bij dit raam gesprongen, want dat raam zit vast. Ik denk dat hij gewoon onder de druk zat en dat hij al of niet met LSD dacht dat hij kon gaan vliegen. Dat lijkt me het meest logische. Zo, dit is de kamer waar hij gezeten heeft. Dan ga ik even de kandidaat halen. Is goed? Ja. En hoe is dat dan om hier te staan? Ja, heel erg. Het houdt me heel erg bezig. Ik vind het heel een beetje moeilijk. Gewoon. Ja, echt. Ja. Het is zover. Petra is onze eerste kandidaat. Vanaf de Dam wordt ze geblinddoekt in een fietstaxi gezet. Er worden extra rondjes gereden, zodat ze volkomen gedesoriënteerd raakt. Petra heeft geen idee waar ze is en wat haar zometeen te wachten staat. Bij de achteringang van het hotel wordt ze door Joop opgewacht. Even wat heen en weer. Ja, loop maar hoor. Krijg je hier wat ruzie. Maar in deze deuropening, zeg maar, van hier naar daar, ja, we krijgen een soort woordenwisseling tussen twee mensen. Is daar ook iets van een drumstel of een band of zo? Ik heb nog nooit zo'n grote foto aan mijn handen gehad. Artiesten, dat komt wel naar voren. Het artiest zijn, de vrijheid, dat is eigenlijk onbeperkt, hè, voor hem. Hij wil niet dat iemand hem beperkt, zeg maar. Dat iemand hem dingen oplegt. Dat wil hij niet. Klopt. Er is hier echt wel agressie geweest. Een soort woede-uitbarsting, een agressie is hier geweest. Buiten zinnen. Iemand is buiten zinnen geraakt. En dat kan eigenlijk niet op een normale manier. Dan kom je toch al gauw terecht bij rare chemische middelen. Mensen zijn hier wel op hele rare gedachten gekomen. Wat bedoel je dan? Echt hele rare gedachten. En wat voor iets bedoel je dan? Nou, als ik hier zo voor het raam sta, dan zijn hier mensen geweest die gedacht hebben om hier uit het raam te springen. Maar dan ben je natuurlijk wel buiten zinnen, hè? Als je zoiets denkt. Ja. In mijn ogen zou je dan zeker drugsgebruik moeten hebben. Hij heeft niet in zijn eentje hier in die kamer gezeten, is hier gaan staan en naar beneden gesprongen. Dat is absoluut niet zo. Dat weet ik zeker niet. Ja. Jij weet zeker dat er is iemand bij was? Ja, maar dat wist hij niet hoor. Dus dat is iemand die onverwachts hier was. Er was zeer zeker iemand anders bij betrokken. Ja. Ik weet het zeker. Want hij heeft het nog vast willen houden. Bedoel je dan duwen? Nou, daar probeer ik ook naar te kijken, want als je hier gewoon zo in de zomer lekker zit, het raam is open. Ja, ik kom toch steeds terug naar dat onverwachts uit die badkamer. En wat ik ook wel kan zeggen is dat hij zich absoluut niet gemeld heeft, dus hij is wel direct weggegaan. Maar niet via de deur. Niet via de deur. Dus ik weet niet wat je daar
Is er een plat dak of zo? Nou, we gaan kijken. Kijk zelf maar. Heb je de stoel staan? Ja. Oh ja, volgens mij wel. Ach, godverdamme. Ik wil er niet kijken. Nee? Heb iemand over het dak gelopen? En het is met enorme snelheid gegaan. Totaal onverwachts. Dus die persoon die was dit echt helemaal 0,0 van plan, hoor. Wat voor iemand zie je ja, voor je? Een Surinaamse man. Met kroeshaar, smal gezicht. Net zo'n gezicht als, zeg maar, Lionel Richie. Een smal gezicht. Ja. Maar ontzettend snel en ontzettend lenig. Ondertussen is Lisbeth al onderweg. Ook zij raakt haar richtingsgevoel kwijt tijdens een onrustige rit over de Amsterdamse Wallen. Joop begeleidt haar naar de hotelkamer. Toen ik net binnenkwam lopen hier, voelde ik zo'n enorme kou. Dus het gaat voor mij wel over iemand die overleden is, die dood is. Ik rook bloed, dat rook ik. Jullie dragen zoveel leed bij je. Het is voor mijn gevoel lang geleden. Wat noem je lang? Voor mijn gevoel toch wel 20 jaar geleden. Het is een man. Het is een mannenfoto, dit. Een mannenfoto, ja. Een man die controle hield. Controlefreak. Gek, er gebeurt hier heel vreemd. Hier gebeurt er iets voor mij. Want hier hangt voor mij een heel raar soort kou. Een soort energie, alsof die hier heeft gestaan. In een soort niet echt gevecht. Meer heel raar soort ripdeal-achtig gevoel krijg ik erbij. Kwam hij hier voor zaken? Zakenrelatie. Ik weet niet waarom hij in dit hotel kwam. Hij kwam hier aan. Ja, als je met een prostituee praat, dan doe je ook een zaak. Ja, dat zou kunnen dat gebeurd is. Het is een zaak ook. Ja, dan onderhandel je. Hij had geen zin om te betalen, want er gebeurde niks. Dit is de kamer, Lisbeth, waar Chet Baker heeft gezeten. En hij is hier uit het raam gevallen of gesprongen. Of geduwd, of dat weet niemand eigenlijk wat er gebeurd is. Hij is hiervoor op straat gevonden. Toen ik hier binnenkwam, rook ik een bakkersgeur. En dat heb ik beneden ook gezegd. Ik rook een bakkersgeur. Een bakkersgeur? En wat is Baker? Ja, toen ik hier binnenkwam, dat heb ik ook tegen de jongens die mij vasthielden. Zei ik, bakker. Ravinder, met Joop? Hallo? Hoor je mij goed? Ja, ik hoor je. Oké, jij hebt ook Lisbeth opgehaald, hè? Ja. Kun je herinneren dat ze bakkersgeur rook? Ja, dat is. Dat herinner je. Binnenkwam tijd inderdaad, ik raak iets op. Dus ze bleef bakker halen, ja. Bakker. Onze laatste kandidaat, Margien, is inmiddels in aantocht. Die persoon is overleden, want ik werd daar misselijk. Maar ik kreeg net of ik iets in mijn nek kreeg. Net of ik iets. Of een tik. Of een. Tenminste iets in mijn nek. Het is net of ik. Ik heb mijn eigen zoon laten vallen. Volgens mij is hij ook achterover gevallen op een of andere manier. Weet ik niet. Oh, vandaar die nek. Dus die klap. Die klap die je achterover maakt. Sorry. Er is net even iets emotioneel, ook voor die tijd dat hij overleed, gebeurd was. Want ik krijg tranen. Ik heb het gevoel of ik heel veel huilen moet. Maar hij huilde niet, maar ik heb het gevoel of ik veel huilen moet. En ik krijg net of ik eigenlijk alles op een verkeerd pad gezet heb.
Voor hem was dat op dat moment de juiste weg. Want dat vond hij de juiste weg. Want jij hebt hem gewaarschuwd. Ja. Jij hebt hem gewaarschuwd. Ja. Sorry. Jij hebt hem gewaarschuwd. Doe het niet. Niet zo sterk. Nee, maar je snapt wat ik bedoel. Het is verkeerd afgelopen met hem. Door dingen die hij zelf gedaan heeft. Want hij heeft het zelf gedaan. Moet ik heel duidelijk zeggen tegen jullie. Hij vond dat dat allemaal wel kon. Niet! Dat moet ik zeggen. Met achterovervallen, ja. Wat je steeds voelt. Ik moet elke keer... Wat? Ja. Hij viel achterover. Wat zou dat kunnen zijn? Een ongeluk. Een ongeluk, bedoel niet een auto-ongeluk, maar snap je, was het overkwam het hem? Of? Er zit iets anders achter. Ik krijg dus net of ik een soort drugs krijg. Ik krijg gewoon wat in mijn maag. Ja, dat weet ik dus niet, want ik heb het nooit gebruikt. Niemand weet wat hier precies gebeurd is. Maar hij had wel drugs gebruikt. Maar inderdaad, hij had drugs gebruikt. Ja, maar hij is gewoon achterover gevallen. En ik denk dat hij zelfs dat raam open gegooid heeft. Dat hij dus achterover eruit gekukeld is. Ja. Want dat gevoel geeft. Want ik word elke keer achterover getrokken. Nee, ik val nu niet. Margien zei op een gegeven moment, Hein, tegen jou dat jij hem gewaarschuwd zou hebben. Ik heb tegen hem gezegd van Chad... Be very careful, we need you. En ik weet niet waarom ik dat heb gezegd, maar dat heb ik toen tegen hem gezegd. Dat was niet een standaard afscheid. Absoluut niet, want ik zei eigenlijk, ik gaf hem meestal een hand en ik heb hem nu nou echt vastgepakt, terwijl ik dat nooit doe eigenlijk. Wat is jou opgevallen vandaag? Onder andere het gedeelte dat Margien zei van pijn in de nek, er is met de nek wat gebeurd, achterovervallen. Dat zit dus wel heel dicht in mijn gevoel bij datgene wat wellicht werkelijk hier gebeurd is. Petra had het ook over uit het raam, hè? Ja. Dus er zijn een aantal goede dingen geweest. Voor de rest is het qua organisatie netjes gegaan. Er is niet gerommeld. Goed zo. Echt goed, dus keurig. Gelukkig. Vandaag worden onze kandidaten geconfronteerd met een Nederlands actrice. Ze heeft een carrière achter de rug van internationale allure... En haar films waren, zeker in Nederland, het gesprek van de dag. Sylvia Christel werd in de 70er jaren wereldberoemd door haar hoofdrol in de Franse erotische filmreeks Emmanuel. Na het succes van Emmanuel speelde ze in verschillende films naast topacteurs als Alain Delon en Michel Piccoli. Als je bepaalde ambities hebt, een film, dan kun je beter zoveel mogelijk je mond open houden. En je ogen uiteraard. Maar ook vooral zorgen dat binnen de kortst mogelijke tijd de Nederlanders weten wie jij bent. We hebben Sylvia onherkenbaar gemaakt. Via het souterrain wordt ze het gebouw binnengeleid. Valt me op dat onze kandidaten heel vaak allerlei karaktereigenschappen gaan noemen. Hè? Als ze over jou iets noemen, wat verwacht je dan? Ik denk dat ze misschien zullen noemen grenzeloos optimisme. Of openstaan voor belevenissen. Fijn, een vrije geest misschien. Nu schilder je. Als we kijken naar daarvoor, wat is voor jou dan iets heel belangrijks waarvan je denkt, nou, als ze dat niet noemen, dan weet ik het niet. Ja, de laatste jaren heb ik eigenlijk niet zoveel geschilderd. Dat kwam omdat ik... mijn memoires heb geschreven. En daar ben ik toch wel 2 jaar mee bezig geweest. En voor die tijd met het maken van een animatiefilm, alweer over mezelf. Dus ik kan me ook wel een opmerking voorstellen. Dat ze zeggen van, goh, god, dat mens is zo met zichzelf bezig. Maar ja, je moet het zien als een kunstvorm. En iets waarvan je denkt, oh, ik hoop echt niet dat ze daarover beginnen?
ja, dan schiet me toch als eerste luiheid te binnen. Maar ik vind het juist heerlijk om krachten op te doen. Op een bank of op een bed, wat dan ook. En ja, ik noem die luiheid eerder meditatie of concentratie. Voor, pardon? Ik zei volgende vraag. Oh, je bent gewend om interviews te dirigeren? Nee, dat niet, maar omdat ik nu een hoofd heb als een drumband. Vanwege het feit dat ik zo laat naar bed ben gegaan. Wil ik het zo snel mogelijk mij gehad hebben. Oké, goed. Dan zou je dan vooral de jonge kijkers van het Gat van Nederland willen vertellen hoe je in Nederland het snelst en het best bij de film kan komen? Door het telefoonboek van Amsterdam te nemen. En daar staat onder de P van de La Para een telefoonnummer, ook van het productiekantoor. En dat bel je op en dan zeg je, dag, ik ben die en die, zo oud. En ik wil graag met je praten over de mogelijkheid om bij een film te komen. Zo heb jij het ook gedaan? Ja. Dus het is heel simpel. Nee, heb je, ja, kun je krijgen. Wij gaan de kandidaat alvast een klein beetje voorbereiden. En daarvoor heb ik nodig een aantal dingen, waaronder een sieraad. Ik weet niet of u een sieraad te leen heeft, even. Ja. Deze lijkt me het meest geschikt. Het is een cadeautje geweest van mijn moeder. Zou ik u even helpen, Adrien? Ja. Oh, zo. Dan heb ik deze pas mee. Ik heb ook gevraagd om een foto, die heeft u meegenomen. Ja. Geweldig. Het is van groot belang dat er absoluut niks prijs wordt gegeven, dus reageer niet hardop. Niks, absoluut niks hardop zeggen. Knikken is wel goed, want ze zijn geblinddoekt, ze zien niks. Maar let heel goed op dat niks verbaal kenbaar wordt gemaakt. Ik doe mijn best. Het zal moeilijk zijn, maar ik doe mijn best. Komt goed, komt goed. Margien probeert alvast informatie door te krijgen met de armband. Hoe krijg ik dingen door? In mijn gedachten. Dus iedereen heeft een eigen gedachte, dus in mijn gedachten. Ik hoor hier praten en als het goed is, kan ik het zien. En dat is als je dus een soort... als je... Heel eenvoudig gezegd, als je terugkijkt als je vakantie gehad hebt. Kun je in je herinneringen, kan je dat naar voren halen, die leuke dingen. Nou, zo zie ik dus ook de dingen. Die foto plakt. En het heeft mij een gevoel van dat er veel tranen geweest is bij deze persoon. Het is een warm persoonlijkheid, want dat kreeg ik ook beneden. Want dat armbandje werd dus heel warm in mijn hand. En het is dus ook een gevoelig persoonlijkheid. Alles vindt ze leuk en eigenlijk moet ik zeggen tegen haar van, je moet ook eens nee zeggen. Maar ze, aan de andere kant kan ze heel lekker relaxed op de bank zitten en echt helemaal van, eindelijk, eventjes van me alles van me afzetten. Van zo, deze is nu voor mij. Ja, ze is toch niet met een soort boek bezig. Het is net, ja, ik krijg dingen. Ik moet echt alles opschrijven. Klopt hoor, Margien. Oké. Ik zie een gezicht, Haar haar is, ik zou zeggen, bijna hetzelfde kleur als mijn haar. Zo'n gevoel heb ik. Als je niet zo is, is het goed. Oké. Wel gek, ik zie elke keer een wit hondje. Ik weet niet wat ik met een wit hondje moet. Een hondje. Ze zegt dat klopt. Oké. Hoe groot? Ja. Even kijken bij de... Misschien is hij zo... Hij is niet groot. Voor mijn gevoel is hij niet groot. Oké. Sylvia Christol. Hallo. Hallo. Maar wat ik ook zo mooi vond eigenlijk, is dat u begon met te zeggen van die foto plakt. Ja. Er zijn een heleboel tranen. Heel veel tranen. Ja, die foto is gemaakt door Weilen, mijn vriend Freddy. Mm-hmm. En daar heb ik inderdaad heel wat om moeten huilen. Dat hij zo vroeg is gestorven eigenlijk. Ik heb in Zuid-Frankrijk een witte hond gehad, Dennen geheten. En ik wees maar aan van grootte, maar inderdaad was hij niet zo hoog. Hij was niet zo hoog. Alleen als hij naast mij in bed lag, was hij redelijk groot. Ja, want dan rekt hij zich helemaal uit. Ja, precies. Dat klopt. Ja. Petra is aan de beurt. Zoals ik hier bijvoorbeeld zit, dan ben ik gewoon net als ieder ander en dan is er niets aan de hand. Maar op een gegeven moment, als ik bijvoorbeeld iemand laat bijvoorbeeld foto's zien, dan kan ik me daar op een bepaalde manier op instellen. Dus meer naar die foto gaan kijken dan dat er bijvoorbeeld alleen een bos of een zee of een strand op staat. Dus je probeert dan zeg maar contact te maken met de energie van die persoon. En dan krijg je bijvoorbeeld ineens een schip te zien of een auto of een baby of een bruiloft.
En je weet dan niet waar dat vandaan komt. Nog meer opzij. Ja, nu kun je zitten. Hier kan je zitten. Gewoon, ja. De foto die ik hier in mijn handen heb, dat is iemand die heel goed met beide benen op de grond staat, krachtig, sterk. Maar er is iets heel hoogs. En dat is een contact vanaf die andere zijde met deze persoon. En dat is heel liefdevol. Dit is iemand die contact heeft met de andere zijde. Want die sfeer die is zo hoog, zo mooi, zo vredig. Zou ik even wat heen en weer kunnen lopen? Ja, ik ga lopen. De afstand is zo groot. En ik werd natuurlijk in het begin al naar de andere kant getrokken. Dus ja. Er is iets van hoger af, zeg maar. Dat contact met deze vrouw probeert te zoeken, die haar iets wil duidelijk wil maken. Zij zoekt iets. En ze krijgt daar ook tekenen voor zelf. Krijg je tekenen van iets of iemand? En dan de armband die zij draagt, zeg maar, die heeft daarmee te maken. Dus waarom ontvangt deze vrouw de kracht van de andere kant? Enorme kracht zelfs. Deze vrouw die moet heel veel slapen. Die is oververmoeid. Je hebt heel veel rust nodig. Ja. En waarschijnlijk zal ze in die rust, die... Ja, ze krijgt al heel veel tekenen, maar zal ze bepaalde tekenen krijgen? Dat is maar wat ik te horen krijg. Ik kom ook in een ruimte terecht nu met allemaal rode vloerdekken. Het lijkt bijna wel een beetje ordinair, zeg maar. Een beetje bordeelachtig. Ik ben reuze benieuwd wie het is, hoor. Echt. Hoi, Sylvia. Leuk je te zien. Herken je wat van die dingen die ik net verteld heb? U heeft toen gezegd dat het te maken had met die armband, het armbandje ook. Dus ik dacht, er zijn twee mogelijkheden. Het is wel, ofwel mijn moeder, ofwel mijn oma. Als eenzaam kind bedenk je al gauw een figuur of een toeverlaat. Of een... Ja, die toch bij je is. Ja, zo is het dan. Ja. Ik heb gemerkt als ik bezig ben dat ik ook mijn andere zintuig... geur erg nodig heb. Is natuurlijk ook een, hè, we hebben het nu over het zesde zintuig, maar het is ook een van de zintuigen. En ik merk als ik ruik aan dingen, dat ik daardoor ook iets binnenkrijg. Dat er nog meer spontaniteit gebeurt eigenlijk, waardoor ik nog meer indrukken krijg en beelden krijg. Want het is eigenlijk een combinatie van alles. De dingen gebeuren spontaan. Het is opeens een zeker weten van iets. Maar het is ook een geur wat mij ergens naartoe brengt. Alsof ik een soort hond ben die opeens op een spoor zit. Ja, ik voel een heel veelzijdig iemand. Iemand die er niet alleen maar kan acteren, niet alleen maar kan dansen, niet alleen maar kan schrijven, maar iemand die heel veelzijdig is. Een enorm applaus. En dat heb je natuurlijk niet als je voor de televisie, want dan hoor je niet klappen. Een enorm applaus. Heeft ze een rode tas nu bij zich? Hier een rode tas. Ja? Ja. Ik zie een rode. Karamel, zitten er snoepjes in die tas? Ja. Ja. Nou ja, Liesbeth. Ja, nee, goed. Het is van dat de zie je toch rare dingen? Ja, dat gaat alleen maar voor eten. Ja. Film en televisie zie ik. Film en televisie, klopt dat? Film en televisie? Ja. En is ze nu bezig met een filmopname? Nee. Nou hoor, dat aanbod komt. Ja. Dat zou kunnen, ja. Die nieuwe liefde speelt ook steeds erdoorheen. Nou, die gaat echt komen. Ik ruik hem al. Ik ruik hem al. Hoi, Sylvia. Goed, Sylvia Christen, hoi. Nou, je hebt alle drie de kandidaten gehad nu. Wat is je opgevallen? Ja, hoe ze zo verschillend zijn eigenlijk in hun benadering. En ik vond de eerste mevrouw... Margien. Sprak mij het meest aan. Enfin, waarvan ik dacht van, goh, ik krijg hier koude handen en rode oren van. Liesbeth was de laatste, dus de enige die iets prijs gaf over de toekomst. Terwijl de andere twee dames meer over het verleden hadden. Maar al met al een leuke ervaring. Het is pas 4 maanden geleden dat Nadine Beemsterboer om het leven werd gebracht. Kunnen onze kandidaten hierin horen in haar slaapkamer aanvoelen wat er gebeurd is?
Op uitdrukkelijk verzoek van Nadine's ouders brengen wij een bezoek aan hun huis. Ze vinden het uitermate belangrijk dat zoveel mogelijk mensen weten wat er met hun dochter gebeurd is. Het was zaterdag 2 december en meestal is het dan 1:30, 1:45 thuis op zaterdag. En om 2:00 was het er nog niet. Toen heb ik er gebeld op haar mobieltje. En toen zei ze heel gehaast van, mam, ik bel je zo terug. Dus ik had iets van, nou, misschien zit ze in de auto. En, want ze zei niet waar ze was? Nee, ze zei niet waar ze was. En dan verwacht ik binnen 10 minuten, kwartiertje telefoontje terug. En nadien was ook zo dat ze altijd ook meteen terugbelde of in ieder geval sms'te. In ieder geval iets van zich niet horen. Nou, en dat was 2:15, 2:30 nog steeds niet het geval. Dus toen ben ik gaan sms'en weer en de voicemail ingesproken. En ik werd eigenlijk wel steeds nerveuzer, omdat het niks voor haar was om helemaal niks van zich te laten horen. Nou ja, en uiteindelijk achteraf bleek dat ze 2:15 al was overleden. Een kwartier nadat je haar gesproken had. Ja. Het nieuws van zaterdag 2 december. In de Der Kinderenstraat in het Amsterdamse stadsdeel Slotervaart is vanmiddag mogelijk een moord gepleegd. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend. Een man meldde zich kort na 4:00 bij de politie en zei dat hij zijn partner om het leven had gebracht. Het is nog niet duidelijk wat er zich precies heeft afgespeeld. Om 3:00 kwam haar beste vriendin, Genevieve, die kwam bij ons. En die had dus in de namiddag afgesproken met Nadine. En die kon Nadine ook maar niet te pakken krijgen. En Genevieve maakte zich dus ook al best heel ongerust. En toen kreeg ik al helemaal iets van, oh, hier is iets mis. En we vermoeden dat ze bij hem zou zijn. En Genevieve die heeft een neef in Amsterdam en die heeft ze gebeld van ga even bij Der Kinderenstraat kijken. Want we hebben het gevoel dat er iets niet klopt. Nou, die jongen is daar naartoe gegaan en die belde terug van nou, het is daar helemaal mis. Er is politieafzetting, er is al pers. En nou, dan stort je wereld echt helemaal in. Ik kan me voorstellen dat, ik kan me natuurlijk eigenlijk helemaal niks bij voorstellen, maar toch, als ik erover nadenk, dat je nu vooral denkt aan die vreselijke gebeurtenis. Ik, als ik voor mezelf spreek, ik ben daar niet zo erg mee bezig. Wij richten ons op het verlies van Nadine. He, we zijn dan ook met de foundation bezig die we in haar naam hebben opgericht. Het uitbrengen van de DVD, dat zijn zaken, daar richten wij ons op. En het deel van wat daar echt gebeurd is, het komt langs. Ja. Want we zijn inmiddels ook al bij de eerste pro forma zitting geweest waar we de telastenlegging hebben aangehoord van de officier van justitie. Maar toch lijkt het alsof wij toch nog meer naar het positieve in Nadine willen kijken, ook heel bewust. Nadine was een veelbelovend danseres en een succesvolle student. Deze DVD is door familie en vrienden uitgebracht ter ere van Nadine. De opbrengst gaat naar de Nadine Foundation en ondersteunt organisaties die zich inzetten tegen geweld. Haar jeugdfoto mag van mij gewoon blijven hangen, ja, vind ik. Ja, dat zullen ze niet herkennen inderdaad. Die moet er wel. Die gaat er wel af, want ze is veel, het is veel in publiciteit geweest. Ja, nu ja, nog foto steeds is weer ook door bekend. De website en door de Nadine Foundation. Nou, haar bureau ziet er echt uit als een bureau van een leuke, jonge, vlotte meid. Dat mag ook wel zo blijven, behalve natuurlijk weer de foto's. De foto's. Ja. Dit is, ik neem aan, de badjas van Nadine. Waarom heb je dit uitgekozen om straks aan de kandidaten te geven? Want dat mogen ze nog even voorvoelen voordat ze hier komen, zodat ze wellicht energie kunnen oppikken. Wat is er bijzonder aan deze badjas? Nou, punt 1, ze had hem al heel erg lang. Want hij werd al een beetje vaal en hij was er bijna een beetje te klein. Maar hij zat zo lekker. Dus ze heeft hem echt al jaren. En deze heb ik nog niet gewassen. Dus ik denk, ja, haar geur zit er ook nog een beetje in. Dus ik denk dat deze dan wel het beste kan. Even later concentreert Margien zich op de wachtlocatie in Purmerend op de badjas. Net flikkert hij niet. Moet ik even aan de andere kant gaan. De lamp boven haar hoofd begint spontaan te flikkeren. Het is tijd om te vertrekken. Het is een flink eind rijden van Purmerend naar Horen.
We hebben voor deze grote afstand gekozen om er zeker van te zijn dat de kandidaten van tevoren niet weten waar ze naartoe gaan. Mensje, god, nou, ik ben even blij. Ja, dat zit natuurlijk voor geen meter meer. Hamerging. Hi, Karin. Kom, we gaan hier deze kamer in. Ja, je hebt net al een badjas gekregen. Ja. En die badjas is van de persoon waarvan dit kamertje ook was. Ik kreeg dus een heel vrolijk kind te zien. Een jonge vrouw. Een hele actieve vrouw. Jonge vrouw. Want ze was niet zo oud volgens mij. Het is een meisje wat zoveel mogelijk informatie wilde garen. Voor haarzelf. Wilde opnemen. Ja, ze wil altijd dingen leren ook van anderen. Dit is echt niet leuk. Dat zou je je kind niet aanwensen. Dit is niet leuk. Er is hier haar wat aangedaan. Zij kon niet wegkomen. Zij kon het niet berennen. Laat ik het zo zeggen. Want dat gevoel kennen. Ik kan niet weg. Weten ze wie dat gedaan heeft? Want ik krijg dus twee personen bij te zien. Twee jongens. Dat klopt niet natuurlijk. Nee, maar hij had wel twee persoonlijkheden. Ja. Dus misschien. Zo zou je zijn. Ja. Het is eigenlijk uit een soort jaloezie ontstaan. Kijk. Uit een soort jaloezie, niet helemaal in jaloezie. Het is uit een soort jaloezie ontstaan. Mm-hmm. En daar is ook eigenlijk op een bepaalde manier de ruzie om begonnen. Klopt dat? Omdat ze niet deed wat die avond. Ik hoor zeggen, jij niet voor mij en ik niet voor jou. En dat bedoel ik eigenlijk mee van jij niet naar een ander zo'n gevoel geeft. Ze zegt het letterlijk. Jij niet naar een ander. Ik krijg het gevoel dat het meisje vrij wilde zijn. Ja. En hij accepteerde dat gewoon niet. Nou, ze is het precies. En hoe heet het? Jij niet. Jij niet. Niemand niet. Ik niet. Jij niet. Klopt, Margie. Dat hoor ik heel Duits. Ik niet, jij niet. Ik zie nog een man erbij. Waarom ik die man zie, er zit nog een tweede man in het spel. Alleen, het kan wel wezen dat het een bepaalde oorzaak was en gevolg. Precies, die nieuwe afspraak van dan. Dat wilde dat een nieuwe man was of zo. Ja, ze had een date natuurlijk. Dus het oorzaak en gevolg. Want zij zei dat ze niemand had. Maar dat klopt, ze had ook niemand. Ze had een date gewoon. Maar dat wilde ze niet voor hem, want hij kon nogal agressief wezen. Ja. Hij kon heel agressief zijn. God, dat is het helemaal goed. Echt. Ja, Iba. Mama. Dank je. Mama. Margien moet even tot zichzelf komen. Ze heeft nog een boodschap voor de ouders van Nadine. Bijna alles klopte. Je moet een hele lieve groet van haar hebben. Maar ze zegt ook, mam, laat me los. Nou, dat is heel moeilijk. Weet ik, maar het is heel belangrijk voor haar. Ik moet dit even bij je doen. Lief dat je dat doet. Het is heel belangrijk voor je. Ja, dat je allemaal ging. Alsjeblieft. Het is heel goed met haar. Het was een scheet van de meid. Was je ook, dat klopt. Ja, absoluut. Een lief, bescheiden mens was het. Was het ook. Ja. Lisbeth is de volgende kandidaat. Inge wacht haar op en begeleidt haar naar de slaapkamer van Nadine. Kom, we gaan een stukje wandelen. Ik klap even het portier dicht. Achter jou, pas op. Oh, zo mag op die tas staan je voor. Nee, dat gaan we niet doen. Ik ga het. Ja. Oké, nu draai. Oké. Je bent af. Oké. Eerlijk, hè? Alles af. Ik zie, daar was het. Oké, hoi jongens. Ik kreeg een soort, een beetje een hyperventilatieaanval. Alsof ik een zuurstofgebrekachtig gevoel. Mm. En ik weet niet of dat met de geboorte te maken heeft gehad. Oh, dat maar dat zou weet je misschien ook niet. Of dat ze een zware bevalling geweest is. Ja. Maar een beetje
vind ik wel knap. Slank meisje. Ja. Slank. Ja, dat klopt ook. Ja. Ik ruik poffertjes, ik weet niet. Of zie je al zo'n poffertjes? Ik heb geen idee, dat gaan we zo. Ja. Poffertjes. Ik zie er uit huis gaan, maar ik zie ook hier iemand binnenkomen. Een dubbel beeld. Ja, alsof ze iemand... Nee. Er was niemand thuis toen het gebeurde, weet jij dat? Er was niemand thuis toen het gebeurde. Zeg eerst maar wat je... Nou, ik zie haar iemand binnenlaten die ze kent. Nee. Voordat heel Nederland weer denkt dat ik een actrice ben, maar ik heb ontzettende pijn in mijn hoofd. Er is iets gebeurd. Iets met haar hoofd. Ik heb het gevoel alsof ik in een soort film zit. En alsof ik naar een soort thriller zit te kijken. Een horror zit te kijken. Dat gevoel heb ik. Ik hoor jaloezie, jaloezie, jaloezie. Ja, er is een enorme ruzie geweest. Zo duidelijk dat nu. Een enorme ruzie. Echt. Gegil en gekrijs. Lijkt alsof er een soort gevochten is. Even stoppen. Kom, dan moet je even zitten. We gaan even zitten. Ik weet niet, ik geloof niet dat we hierboven... Nee. Petra is in aantocht. Ik heb al 3, 2... En nu de laatste. Oké. Je bent er. Iets naar voren, anders kukkel je me straks de trap af. Je mag hem afdoen. Dank. Hoor het. Ha, Petra. Hoi. Kom, we gaan deze kant op. Ja. Ik loop even wat heen en weer. Want ik vind dit wel heel positief, de sfeer hier. Is heel, heel blij gewoon van het kind. Maar wel heel, heel snel kind ook. Die echt naar boven rent. Nou, krijgt wel veel energie, enthousiasme. Iemand die echt ergens helemaal voor kan gaan. Zeker weten. Gewoon zoals een kind is. Enthousiast en blij. De letter J, hoe hoort dat bij die persoon? Jij? Dat ben ik heet Jacques. Ik krijg lang haar te zien. Bruin. Ja. Stijl ook. Ja. Leuke meid om te zien. Ja. Trouwens, de letter N. Ja, die is ook wel belangrijk. Van Nico, de N van Nico. Mm-hmm. Het zou ook vrij kort geleden zijn. Ja. Dus vrij recent. Ja. Ja. Ik krijg ook de naam Chantal. Waarvoor weet ik niet. Maar... Chantal. Die heeft haar het laatst in leven gezien. Ja, ja. Nu hoor ik ook Alkmaar. Alkmaar? Mm. Ja, werk. Vanuit Alkmaar ging ze natuurlijk naar Amsterdam. Ik weet het niet. Ja. Kijk, het is... En waar is ze nu dan? Ze is overleden. Jeetje. Jij bleef ook alsmaar aan vasthouden dat ze nog in leven was. Ja. Je had het gevoel dat ze weggelopen was. Heel of dichtbij, zo. Ja. En dat ze toch weer naar huis kwam. Nou ja. Wat apart is dat dan? Ja. Kan dat zijn omdat misschien haar geest hier nog heel veel Wat je is? Vaak ziet als mensen plotseling om het leven komen door een ongeluk of vermoord worden. Dat ze toch zeg maar teruggaan naar de voor hun veilige plek. Dus dat is in dit geval naar huis. Maar hoe gaat het nu met jullie? Heb je toch wel het gevoel, omdat je dat toch haar aanwezigheid voelt, dat het jullie een beetje steunt? Nou, dat geeft wel troost. Ja. Het steunt wel, maar het is wel... Ja, je mist ze natuurlijk enorm. Ja. Ja. Het is heel zwaar. Ja. Wij zijn ook bewust zelf heel actief. We staan ook heel actief in het leven, ook na de dood van Nadine. Mm-hmm. Want we hebben toch besloten om niet maar onder de dekens te blijven liggen en wachten tot de dag voorbij gaat. Nee. Maar echt zo heel actief. Zo was zij ook niet. Ja. Zo was zij ook niet. Nee. We hebben heel bewust gekozen om in haar naam gewoon en in haar lijn een aantal activiteiten aan te pakken. Oh, ja, bijvoorbeeld het maken van een stichting of het oprichten van een stichting hebben we gedaan. DVD gemaakt. Goed, en dat voelt gewoon heel goed. Ja. Nou, ik moet zeggen dat ik bij deze test in eerste instantie een wat bezwaarlijk gevoel had. Verdriet is groot, het is nog heel erg vers. Dus ik dacht, ook al willen de mensen dit zelf, mag je dat deze mensen aandoen? Na deze middag zeg ik, ja dat kan, gezien de wijze waarop deze drie hierin staan. Het is natuurlijk een bekende zaak geweest in de pers. Dus dat
kan dan riskant zijn, maar in de test is niet gebleken dat ze de mensen uit de pers kenden, het verhaal kenden. Maar bovendien heb je alles af laten plakken. En niks refereerde daaraan in het huis zelf. Na 8 afleveringen en een heleboel zware tests zijn de kandidaten eindelijk klaar. De jury gaat de laatste 3 beproevingen bekijken en zal dan beslissen wie van onze 3 finalisten het sterkst ontwikkelde 6e zintuig heeft. Wordt het Petra, Lisbeth of toch Margien? Dames en heren juryleden, welkom voor de laatste ronde, de finale. Het is aan u om de uiteindelijke winnaar aan te wijzen. Wij zijn even nieuwsgierig naar toch bijzondere dingen die opgevallen zijn. Ja, wat mij is opgevallen is dat Petra als een van de weinigen niet heeft kunnen opmerken dat Nadine nog of vermoord is geweest en niet meer levende. In het laatste fragment over het overleden meisje viel mij op dat Petra de naam Chantal noemde. En Chantal was het meisje dat haar het laatst in levende lijve gezien had. Petra heeft anders dan Margien en Lisbeth minder vragen nodig. En dat wekt minder schijn van een truc op. En dat vind ik wel knap. Ik vond Lisbeth zwak vandaag. In tegenstelling tot Petra en Margien. Petra viel mij gewoon eigenlijk het meeste op als zijn de beste. Ik vind Margien ook heel erg goed. Dus voor mij zit het tussen die twee in. Zo, dames en heren, u gaat nu cijfers geven. Nu is het er op of eronder. Het lot van de finalisten ligt voor de laatste maal volledig in handen van onze onafhankelijke jury. Zelf Margien. En ik de hoop dat Petra wint. Lisbeth. Ik houd op Margien. Margien. Ja, en ik Petra. Ik zeg dat het begint met een L en het eindigt op Lisbeth. Goed, welkom bij de finale van Op zoek naar het 6e zintuig. Ik heb hier de 3 finalisten vooraan. Margien, Petra en Lisbeth. En straks gaat dus bekend worden wie dit beeld gaat winnen. De ontknoping, maar vooral wie het beste 6e zintuig van Nederland heeft. Kijk. Oké, Karin. Dat zijn ze. Ik ga beginnen met de nummer 3. De nummer 3 van Op zoek naar het 6e zintuig is geworden. Oh nee. Lisbeth. Zien we. Klopt het wel? Oké, misschien willen dan Petra en Margien hier komen staan? Kom erbij. Ja, aan die kant komen staan. Goed, dan nu het moment dat ik de winnaar bekend ga maken. De winnaar van Op zoek naar het 6e zintuig is Margie.